Ik ben Jerry Kruid. Vroeger in de 60e jaren betaalde je Feyenoord. Kijk, C1, B1. Daar heb je het al. Jeugd, nou, is dit Feyenoord een Feyenoorder 2? Of niet? Een echte. Ja, een echte Feyenoorder. Nou goed, nou, ja, vertel het maar. Wat is er aan de hand met maar dit Feyenoord? Wat er nu gebeurt, ja, dat is uitermate teleurstellend. Ja. Niemand begrijpt het. Het is geen voetballer meer. We gaan beginnen. We spelen best aardig. Ja. En dan ineens dan valt het zootje in elkaar. Hoe en kan het is nou? Dramatisch. Ja, goed. En als ik het zou weten, hoor. Ja. Als ik het zou weten, dan zou ik het tegen Stam zeggen. Ja. En dan wordt het misschien nog wat. Maar zoals het nu Jaap, gaat. Luister je mee? Jaap, luister je mee? Ja, het, zeg maar tegen Jaap. Ik vind trouwens wel dat Jaap heel laat wisselt. Oh, Jaap. Je wisselt te laat. Hoor je dat? Te laat, dat is één. Ja. En Jaap, verder, vind ik Jaap een fantastische geuze. Ja. Een hele goede voorstopper geweest. Mooi. Maar toch, de verdediging bij Feyenoord staat nog steeds niet. Staat nog steeds niet, Jaap. Staat nog steeds hoe niet, je dat? Ja, en verder, wat moet Jaap... En verder moet ik zeggen dat Jaap ook moet beginnen met het middenveld te versterken. Ja. Echt te versterken, dat daar echt een beetje voetballers lopen. Ja. En misschien moeten we gaan spelen met een ruit in het midden, met vier middenvelders, één naar voor, één naar achteren. En misschien moeten we ook spelen met twee spitsen. Ho! Oké. Maar goed. Hoe krijgen we dit Feyenoord aan het voetballen? Want donderdag wacht AZ weer. Ja, dat wordt een probleem. Oh. Dat wordt een probleem. Ja, nou want zeg AZ het maar. AZ heeft een hele goede nou, ploeg. Maar, AZ speelt voetbal. Zeg en, het maar. En AZ maakt ook geen probleem, Hardy. Nou, als ze uit moeten spelen. Ze spelen op kunstgras, ze spelen in Den Haag. Fijn, mag ik heel even over de spelers van Feyenoord? Iedereen zegt, wat ik lees allemaal, commentaren die mensen mij allemaal gestuurd hebben, dankjewel daarvoor trouwens. Ja. Die zeggen allemaal, ja, het is slappe hap, het is, er zit geen lol in het team. Ze werken niet voor elkaar, er is geen inzet, dat klopt allemaal. Het is helemaal waar. Dat is wat jullie allemaal geschreven hebben. Veel te weinig gelachen. Ja, daar zijn. Kijk, het gaat om voetballen, het gaat om plezier. Ja. En dat zie je per se niet terug. Als ik Larsson ziet, Harry. Ja. Als ik Larsson zie. Ja. Ja, dat is toch. En die ken zo goed voetbal. Ja, maar ja, die laat het helemaal niks. Niet. Nee. Niks. Als ik Karsdorp zie, tattoos genoeg, maar verder niks. Niks. Ja, ja, alleen je moet hem niet gaan bedreigen. Echte Feyenoord. Nee, je mag helemaal niet bedreigen. Normaal niet, hè? Nee, goed. Dus nou ja, wat hebben we dan? Feyenoorders die niet er helemaal voor gaan, voor 1000%. Die ook, hè, want dat moeten ze toch doen. Ja. Als zeker voor het shirt van Feyenoord. 1000%. Het shirt en het legioen. Ja, 100%. Nou, oké. Okay. Dus, ja, dan nou, moeten we toch... Ja, Stam mag blijven, Stam mag blijven. Oh, Jaap, je mag blijven, hoor je dat? Maar het moet wel gaan veranderen, Jaap. Je mag we moeten beginnen goed. Van achteren. Wat je zegt, ja. Van middenveld beginnen. En voorin bij juist, twee. Okay. Twee spitsen. Hey, oké, nou, dan gaan we dan. Hé, hey, Feyenoord AZ, zeg het maar kort nog even. Ja. Die gaan we winnen. Oh, die gaan Feyenoord winnen. Ja. Nou, zeg iedereen maar gedag. Jongens, allemaal de groeten van Jerry. Ja. En we zien elkaar weer in de Kuip.